Fotograaf Edwin Smulders en zijn vrouw Anouk vertrokken afgelopen week naar Bali voor de opnames van het nieuwe tv-programma Op Zoek naar Geluk. Moeten jullie nog op zoek naar geluk? Nou, op zoek denk ik niet, maar het is wel heel leuk om te bepraten wat geluk nou eigenlijk is. Ja. Wat is dat volgens jou? Nou, daar gaan we het 3 dagen in Bali over hebben, maar ik denk sowieso mijn gezin of ons gezin. Dat is voor mij, zou ik even voor mezelf spreken, wel geluk. Als je dit zo lekker ziet rondrennen, ja, dan weet je wel waar je alles voor doet. Beide BN'ers hebben voor hun werk veel gereisd. Op Schiphol krijgen ze daarom elke keer een speciaal gevoel. Ik moet eerlijk zeggen, ik reis natuurlijk heel veel over de wereld, maar ik vind Schiphol wel het allerfijnste vliegveld wat er is. Het is er altijd schoon, leuke winkels, alles is redelijk goed georganiseerd. Je kan heel veel dingen doen, van massages tot je manicure, tot nou ja, shoppen genoegen. Ik heb wel eens tijden gehad dat ik nog mijn modellenwerk deed en heel veel reisde, dat ik wat eerder ging om dat soort dingen nog even te kunnen doen. En als je dan heel lang weg bent geweest en ik heb 12, 13 jaar in het buitenland gewoond en dan kwam ik op Schiphol aan en dan was het gewoon thuiskomen. Kijk, Max, hier, dit is onze ziektuig. Kijk dan hier. Op Zoek naar Geluk is vanaf 14 januari te zien bij de TROS op Nederland 1.